Na de bankencrisis is het nu de Panama-vluchtroute die veelverdieners tot paria's maakt. Veelverdieners zijn eigenlijk altijd verdacht of ze daar belasting ontlopen of belasting betalen. En de nivelleringsdrift zit niet alleen bij de overheid, maar in het hele land houdt men elkaar in de gaten als het om inkomens gaat. Is dat nou een goede trend of misschien een beetje eng? Een debat over hoge inkomens met Jort Kelder en Tweede Kamerlid Sharon Gersthuizen van de SP. Goedenavond, hartelijk welkom. Jort, is er sprake van een hetze tegen hoge inkomens? Nou, we zijn wel obsessief met geld bezig. Maar ik ben voor openbaarheid van belastinggegevens van hoge inkomens. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar ja, ik vind het debat is natuurlijk wel een beetje op de persoon over het algemeen. In het geval van Panama, ik zou zeggen, hang de hand, boeien maar klaar. Want in veel gevallen is dat natuurlijk gewoon ontduiking. En die moet gewoon gegrepen worden. Dus ik kan hier natuurlijk hele rechtse dingen gaan roepen. Dat ik voor zakken vullen ben en voor geen belasting betalen. Maar is niet het geval. Sharon, is er sprake van een hetze? Is er sprake van een hetze? Als het gaat over hoge inkomens, houden we elkaar meer in de gaten dan vroeger? Ik denk dat er eerder een hetze is voor wat betreft hoeveel verdien jij en kan ik nog een stukje meer verdienen als het over de top van het bedrijfsleven gaat. Dus ik zou niet echt willen spreken van een hetze tegen mensen die veel verdienen. Het klopt wel dat Nederlanders over het algemeen aardig in de gaten houden wat verdient de buurman en hoe groot is de auto. Maar ik vind nou niet dat wij een heel afgunstig land zijn. Nee, maar er zijn wel excessen. En ja, ik vind het terecht dat er mensen zijn die daar tegen opstaan en zeggen daar moeten we iets aan doen. Nou, er zijn excessen als in de categorie Matthijs van Nieuwkerk verdient te weinig. Ja, dat is een excess. Want hij had eigenlijk, hier zou hij het dubbele verdienen. Smaken verschillen. Maar kijk, het is wel zo dat, kijk, sinds de inkomens van topmannen geopenbaard worden van beursgenoteerde bedrijven, sinds een jaar of 10 of zo, presentatoren, publieke omroep, noem maar op, is daar een gretigheid vanuit de pers om zich daar op te duiken en daar iets van te vinden. En het probleem met dit soort discussies is, je kan nooit aan iemand met het minimumloon uitleggen waarom een ander 60 keer zoveel verdient. Misschien is dat ook heel moeilijk uit te leggen, in ieder geval in het geval van managers. Maar ik vind dat we daar wel een beetje ontsporen. Ja, 60 keer zou natuurlijk ook nog tot daaraan toe zijn, maar als we het nou hebben over 200 keer zoveel of 250 keer... Laten we het daar